Niet aan het raam, oftewel Neur, Ines Wesky, Guido Kleene, Ruud van Marion en mijn tafelheer is Joep van Deudekom. Dit is De Wereld Draait Door. Dit is De Wereld Draait Door van maandag 14 januari. Dit is de robot baby dino Plio. In Amerika is het een enorme rage. In Europa is hij sinds deze week te koop. Nog niet in Nederland. Ruud van Marion, jij werkt voor NRC en voor Quest. En jij bent gadgetkenner. En ja, maakt al sinds mensenheugenis de vragen voor 2 voor 12. En waarom moest jij dan net dit ding als eerste in Europa hebben? Want je hebt hem al een maandje. Wat is er zo bijzonder aan deze? Het is het begin. Het begin waarvan? Het begin van het echte robothuisdier. Ja? Ja. Want wat kan deze, wat Furby niet kon, zeg maar? Hij is aaibaar. Hij kan lopen. Hij kan je zien. Hij kan reageert. Je zien? Hij kan je zien, er zit een camera in zijn neus. Hallo? Valt hij, als hij daar loopt, valt hij er dan af? In principe niet. Er zitten onder zijn poten zitten. En kunnen we dat proberen of dat in principe niet is? Heb je de creditcard of cash? Wat kost er nu? €450. Echt? Ja. Nou, dat is niet zo duur. Ik vind hem echt geweldig. Zou je ervoor over hebben? Nou, ik moet zeggen, ik vind het wel. Ik ga hem niet kopen natuurlijk, want dat ga je niet toegeven op televisie. Maar ik vind het wel een geweldig ding. Ja. Wat kan hij allemaal? Ik vind het lief dat hij met die oogjes knippert. Ja. Dat maakt hem heel, je krijgt hem aangeleverd als half embryo. Je moet hem echt tot leven wekken. En uiteindelijk tilt hij zelfs een kopje op en dan snuift hij, zoekt hij je op. Begint hij te snuiven. En na 1 dag zet hij zijn eerste stapjes. Kijk, deze is al een beetje speels, kijk. Wauw. Maar hij leert dus. Hij leert, ja. Hij blijft leren? Hij blijft leren, ja. Uiteindelijk wordt het een atoomgeleerde. Maar het heeft... Ik bedoel, tot hoever gaat dat? Is dat al bekend? Nee. Nou, kijk eens. Hij weet meer dan Henny Muis van Huisman, denk ik al. Kijk je niet? Maar, in ieder geval beter. Want met kerst kon je weer iets speciaals laten leren, hè? Ja, ja. Wat was het dan? Hij kon kerstliedjes zingen. Dus moet je echt downloaden? Downloaden, zet je onder in zijn... In zijn gleuf. Ja. Zet je een geheugenkaartje. Ja. En kan je speciale programma's downloaden. Maar er zit ook een USB-contact op. Een aansluiting, want hij heeft een apart operating system. Er zitten dus 4 microprocessoren op. En om de zoveel tijd wordt het systeem verbeterd. En wordt hij ook, moet je hem ook, zoals ooit de Tamagotchi en zo, moet je hem ook verzorgen en wordt hij dan... Ja, anders begint hij te huilen. Dan begint hij te huilen? Ja, of hij wordt dwars. En hoe verzorg je hem dan? Wat moet je dan doen? Hij bijt echt, hè? Ja. En wat moet je doen? Moet je verzorgen? Knuffelen. Je moet af en toe eten geven, hij moet af en toe wat in zijn bek hebben. Nou ben jij een heel rationele man, maar ik voel wel bij jou een oprecht zwak voor dit ding. Absoluut, absoluut. Want hij stinkt niet. Nee, dus. Er zit een aan-uit knopje op. Ja. Dat zou iedereen moeten hebben. En ik denk dat we over 10 jaar misschien wel onze bedpartner kunnen... maken op die manier? Ja. Oh, ja? Ik denk het wel, ja. En is dat jouw ambitie ook? Nee, want het lijkt me zo gênant als je bedpartner in de linnenkast hebt opgesloten. En de werkster stuit, raakt hem aan, raakt de deur aan. Je kunt ook je werkster maken dan. More. Maar Wiebrand, jij hebt er ook een. Jij bent van beroep kattenfokker. Nee, ik ben niet van beroep kattenfokker. Mijn hobby is kattenfokker. Je hobby is kattenfokker. Ja. Nou ja, goed. Al interessant. Is je nou precies hetzelfde? En jij hebt er ook een gekocht? Mijn is wat nieuwer alleen nog, maar meer niet. Ik heb deze al doodgeknukt. Kijk, ze reageren ook op elkaar, hè? Zouden ze moeten doen, inderdaad. Deze is al zo vaak geaaid dat hij zijn kleur... Hij krijgt echt zijn... Kijk. Ja? Nou, zeg, echt allemaal mensen die naar... We zitten met z'n allen naar een berg chips te kijken. Ze zijn in Nederland nog niet verkrijgbaar. Maar katten zijn ook heel leuk, moet je maar denken.